Yo, Nintendo fans! Ik heb een nieuwe game gevonden. In Game Studio kan jij gewoon je eigen games maken. En mensen maken echt hele gekke dingen. Kijk maar, mensen maken Pokémon dingen, Metroid dingen, Toad, Waluigi, Donkey Kong, van alles en nog wat. En dat zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Wij kunnen dit blijkbaar maken in deze game. Dit zijn bijvoorbeeld de dromen van Bowser. Bowser's Dream! En ja, we moeten gewoon eigenlijk met A moeten we gewoon keihard gaan schieten en kijk die explosie. Oh my gosh, Bowser, sloop Mario. Bowser, nee, Bowser, sloop Luigi. Luigi, waar ben je? Oh, dit zijn zulke dromen van Bowser. Bowser maakt ook Toad kapot. Bowser maakt... Oh, nee. Maak je nou... Peach kapot? Dat wil je niet, hè? De bedoeling was dat we Peach niet kapot maken. Kijk, daar komt Peach. Peach moeten we natuurlijk gewoon laten lopen, want Peach is lief. Bowser vindt Peach altijd lief. Zie je? Nu zijn we niet af. En dan? Hebben we uitgespeeld? Hallo? Hallo? Komt er nog iemand? Doe even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je meer van dit soort gekke Nintendo video's wil zien. Want, ik weet niet, man. Deze game gaat helemaal nergens over. Er komt niemand meer. Het is op! Beetje jammer dat er geen einde aan deze game zit. Dit is Bowser's Fury. Maar dan, in Game Builder Garage. Even kijken, met A en B kan je springen. Met X en Y doe je een spin jump. Holy moly, dat zag er intens uit. Oh ja, cool. Collect alle apples. Oké, we pakken deze appelientjes. Hoppakee, 3 appelientjes in de pocket. Is dit de enemy? Dit is de enemy, hè. Kan ik hem zo springen? Oh. Oké, opnieuw. Spring op zijn bakkers. Maak hem kapot. Springen is lastig. Ik kan niet op zijn hoofd springen. Spring op zijn hoofd. Oh. We moeten hem gewoon met rust laten. Ziet er wel een beetje uit als Bowser's Fury. Ik vind het zo knap als mensen dit kunnen maken, jongen. Oh, kijk. Hier is er nog één. Hier is nog een Apolloni. Kunnen we deze kist kapot maken? Hell yeah. Hell yeah. Zit er nog een Apolloni hier in het vraagtekenblokje? Hallo? Kunnen we deze kapot? Nee? Waar is de laatste Apolloni? Want die zit zeker daar bovenin. We moeten zeker gaan walljumpen. Ja, hij zit helemaal niet daar. Hij zit wel daar, denk ik. Oh, maar hoe kom ik daar ooit in het leven? Wow. Oké, ik sprong echt vet hoog nu. Soms loop ik opeens sneller. Ja, we zijn er. We zijn er bij de laatste Apolloni. Lekker. Uitgespeeld. Bowser's Fury is klaar. Super Mario Bros. 3D. Wow. Oké, dit is heel sick gemaakt. Dit is heel sick gemaakt. Oké, hoe spring ik? Ik spring met A. Let's go. Jump. Oké, poging 2. Let's go. Lekker jumpy. Ja, nice. Nu daar naartoe. Oh, lekker Mario. Oh, nu hier op die rand. Het ging maar net goed. Oké, nu door. Door. Poging 17. Lekker. Oké, nu moet ik in die buis zien te komen. Oké. Spring! Door de buis. Ja. Nee, maar dit vond ik niet eerlijk. Oké, door de buis en dan stil blijven staan. Go, spring! We moeten 20 muntjes hebben. Of... Nee. Of kom je dan bij het geheimpje of zo? Mag ik het gewoon uitspelen? Ja? Ik heb het uitgespeeld. Zonder alle muntjes te pakken. Maar we hebben ook... Polygon 2 tegen Deoxys. Oké. Met A vallen we aan. Wat? Heb je ooit zo'n mooie Polygon gezien, jongen? Hot. Pak die Deoxys. Pak hem. Hoe pakken we hem? Maak hem kapot. Maak hem kapot, deze Deoxys. Maak hem kapot, Porygoni, Noni, Pony, Stony. Hoe? Gaat hij dood? Wat moet ik doen? Oh, ik moet tegen zijn hoofd schieten. Of tegen dit blok. Oké, we gaan tegen het blok schieten. Epische Star Wars dingen. Met Ultimate Form, Porygon, Dynamax, Gigantamax, alles. Deoxys heeft niks op Porygon. Let's go. Maak hem kapot. 13. 12. Lekker. Niet 12. Nu wel 12. Niet 11. Kom op. Sloop de... Wat is dit? Ik was dood. Ik dacht dat ik niet dood kon gaan, maar ik kon doodgaan. Ik kan hem van de zijkant raken. Dit is een supergoeie angle. We maken hem kapot. We fixen deze game. Lekker. 4.
3, hopelijk. Ja, 2, hopelijk. Lekker, 1. Hij is bijna kapot. Nu zelf niet kapot gaan. Maak De Jong... Ja! Ja! De Jong 6 is gesloopt. Door deze super polygon. Let's go. Dan nu Paper Mario Dark World nummer 3. Moet eigenlijk met Joy-Cons volgens mij. Wow, maar deze is wel mooi gemaakt, man. Dit is wel echt super mooi gemaakt. Hey, Toad, what up? What up? Wat sta je daar te doen, jongen? Hallo! Ik hoor een auto. Er bromt een auto in mijn oor. Maar ik zie hem niet. Hallo, Toad. Wat zijn we hier eigenlijk allemaal aan het doen? In deze leuke Paper Mario wereld. Oh, ik moet deze kant op. Oh, hier, auto. Oh, daarachter, kissie. Helemaal daarachter staat een kissie. Hey, Mario, deze brug is groter dan dat hij lijkt. Ja, oké. Thanks voor de info. Ik ga even in het water, jongens. Oh, hier is de kissie. Ik weet alleen niet hoe ik die pak, want ik kan niet meer springen of zo. Hey, kissie. Ja. Ik weet niet wat erin zat. Hallo, Mario. Geen power move vandaag, maar dit is een leuk kissie. Leuk schatje. Oké, dankjewel. Er zat letterlijk niks in, Toad. Ik heb er niks aan. Oké, leuk gemaakt. Maar ik weet niet meer wat ik moet doen. Laten we een potje gaan Mario karten. Lekker, jongen. Lekker. Vroom, vroom. Lekker, lekker, Mario. Oh, we gaan wel echt knijten hard, jongen. We gaan knijten hard. Maar waar zijn mijn tegenstanders? Waar is Koopie Troopie? Waar is Donkey Konkie? Waar is Josje? Waar is Browser? Waar is Luigi? Waar is... Toadetje, waar zijn ze allemaal? Ik denk dat ik kan zeggen dat ik nog 1 ronde moet. Als ik deze 1 ronde volbreng, dat ik dan heb gewonnen. Dan zijn wij de meest professionele Mario Karter ooit in de wereld van Mario Karters. Dus let's go! Ja! Ja, maar sowieso knap als mensen dit kunnen maken, jongen. Echt. Ik maak dit niet, hoor. Link goes crazy in town. Press A to here. Ja! Ja! Hou A ingedrukt voor een spin attack! Da! Hoe? Wat voor geluidje maak je? Heeft degene die dit gemaakt heeft dit zelf ingesproken of zo? Het lijkt wel een kimpie. Sorry mevrouwtje, sorry dat ik al je kisten kapot maak. En al je potjes kapot maak. En al je roompies pak. Doei. Dag mevrouw. Dag. Prettige dag verder. Doei. Oké, ze ziet ons niet meer door. Ah, kippie. Kippie. Hier, kippie. Ik ga kippenboot eten vanavond. Ah. We worden aangevallen door de kimpies. Oké, dit is niet oké. Dit is niet oké. Sorry, kimpies. Ik ga even alle roompies pakken hier, ja. Hey, potion. Mag ik groene? Oh. Oh, hij wordt boos. Hij wordt boos. Oh. Hoe maken mensen dit, jongen? Ik snap er niks van. Ik snap er niks van. Maar ik heb alles gepakt. En een mannetje boos gemaakt. En kimpies boos gemaakt. En een mevrouwtje laten schrikken. Dus mijn doel is weer gehaald in deze nieuwe Zelda-game. Yo, dit is die heks uit WarioWare. We moeten ampelpies pakken. Ah, mag ik alle ampelpies? Dankjewel. Dankjewel. Oh, we kunnen ook sneller. Lekker. Oh, potion? Wat doet die potion? Maakt die mij beter? Hoe ga ik nou ja, ik heb hier één gemist. Ik kan niet naar voren en naar achter sturen. Ik kan alleen naar boven en naar beneden sturen. Ja, en nu heb ik het niet gehaald. Maar dit is niet eerlijk. Die ene, die kan je toch niet pakken? Als ik nu deze heel snel pak. En dan zo. Ja, die kan je wel pakken. Lekker. Excitebike. Die kunnen jullie, denk ik, van Mario Kart. Springen. Maak een wheelie spring ding. Oh. Oh, dat ging niet helemaal goed, volgens mij. Go. Ja, lekker. Geen idee hoe ik dat deed, maar... Stuiterballies! Dit is veel te moeilijk. Hij reageert vaak een beetje laat met springen. En spring! Oh, oké. Ja, top. Dit werkt niet lekker. Klaar mee. Ja, maar deze ziet er echt vet uit. Kirby's 3D Garden. Kijk dan! Dit ziet er zo grappig uit. Hoe maken mensen dit? B is jump... I is aanval en ZL is de ability verwijderen. Oh, wacht even. Werkt dit ook nog echt als een Kirby game?
Dat zou ik heel sick vinden. Dus wij kunnen deze inhaleren. En hebben wij dan... Oh ja, we hadden zijn kracht. Maar ik heb nu zijn kracht weer uitgehaleerd. Kan ik dit opzuigen? Ja. En dan? Oh, dan schiet ik een balletje. Oké, cool. Wow, kijk dan. What? Dit is echt mega vet. Dit is echt cool gedaan. Kan ik dan ook deze power pakken hier van deze? En is dit een bouncing power of zo? Of is dit ook gewoon een balletje schieten? Ah nee, het is wel allemaal balletjes schieten. Oké, maar maakt niet uit. Ik moet een sleutel zoeken, denk ik, of zo? Oh, ik heb een knopje ingedrukt. Wat is dit voor bal, trouwens? Ik vind dit echt... Ik heb hier wel heel veel respect voor, hoor. Dat mensen dit gewoon maken. Hij zegt dat hier in de fontein... Daar zit iets. Oké, we moeten midden in de fontein, denk ik. Hier is iets onzichtbaars of zo. Kijk, hier gebeurt iets. Wat gebeurt hier? Moet ik daar iets tegenaan schieten of zo? Hier is weer zo'n sterbal. Hè? Het ziet er zo leuk uit, maar ik vind het echt super ingewikkeld. Oh, ik heb nu... Ik heb iemand met een zwaard nu. Kijk, ik heb een zwaard gepakt, dus... En kan ik dan hier dit ijsje pakken? Nee. Kan ik nu met dit zwaard deze bollen openslaan? Nee, ook niet. Ik denk dat als wij dan dit andere target kapot maken... dat we dan misschien wel hier dit ding kunnen pakken. Ja, kijk! Ik ben er wel dood gegaan, maar die ster daar... die hebben we nu vrijgespeeld. Kijk, dit voelt echt als een game, joh. Heel nice. Ja, we moeten toch wel zo'n gele bal gooien tegen dat ding aan. Dus misschien kunnen we dan hier opstaan. En dan gewoon... Piem! Of niet? Dat is toch wat jij zegt? Gele bal tegen de ster aan. Lukt niet. Maar anyway, ik heb gewoon heel veel respect voor je als je zo'n level kan bouwen. Ik vind het super sick. Laat even weten in de reacties wat jij het vetste spel vindt uit deze video. En dan ga ik op zoek naar nog meer leuke spelletjes, nog meer leuke leveltjes. Dus doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!